Oké, wat hebben we allemaal? Wat hebben we allemaal? Heel weinig, zie ik al. Zo, net iets raars meegemaakt, echt waar. Het slaat nergens op eigenlijk, zeg maar. Maar het slaat echt werkelijk nergens op. Hele goedemiddag allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karin en Roderick, Roderick en Karin, ja dat zijn wij. Het is vandaag alweer vrijdag 20 mei 2022 en het is nu 2:55 in de middag, zoals jullie kan zien. En het is lekker aan het regenen en Lofle heeft weer een bal te pakken. Dus, maar oké, wij wensen jullie wel heel veel kijkplezier op deze gloednieuwe vlog. Puk, dat is altijd lief. Maar dan kun je dus nagaan. En dat dus in Lady dus en dus ook gewoon een bedodiging in zitten. En als je dan Puk ziet en dan heb je zoiets van, zit dan in Lady ook en ook gewoon een bedodiging, weet je wel? Zo leuk. Ja, nou ja, kwart, ja, maar alsnog. Je merkt het ook al behoorlijk aan de vacht, neem ik aan, denk. Hoi. Nou, daarom. Hè? Huh? Deze setting is denk ik goed. Mooi. Jij wil gewoon via de snelweg? Ja, oh, ik wil eigenlijk binnendoor, man. Binnendoor, hè? Ja, doe maar binnendoor. Ja, ik wil een skate en even handen. En want dan kom je gewoon mooi uit, zeg maar. In plaats van. Het is ook wel een skate leuk, dit. Ja, prima. En waar ik ook eens een keertje TCT naartoe wil, want hierachter en zit ook een, niet, en niet nu, maar TCT, binnenkort eens een keer, wil ik hierachter ook naartoe, want hier zit ook een dierenspeciaalzaak en de dierenvoeders. Zit er meer die kant op trouwens, dat mag ik volgens mij, maar dat maakt niet uit. Kijk, dierenvoeders zoekt er meer, dat zit hier. Daarbij de winkelcentrum eruit komen en dan zo binnendoor, maar... Ga je naar Eindhoven? Even kijken, wij... Centrum. Centrum, ja. Dat is bordenlezen, kijken, lief! En dit is, trouwens sinds vandaag nieuw hier. Daarom is het ook zo druk. Dus moet je even torren. Maar dat is ook heel snel, want dit is ook voor mij nieuw. Dus eventjes gewoon kijken, koekeloeren, bordjes kijken. En dan kun je wel zeggen, ja, maar jij zegt niks. Nee, maar het is ook voor jou kijken. Ja, ik weet niet waar je toe gaat. Dus nee, centrum. Dus richting het centrum van Zoetermeer. Nee, dan moet je zoeken. Daarom zei ik al, van richting Mediamarkt. Dus dat is richting, ja, je kan, je kan, je kan. Moet je nu gaan? Ja, ja. En hier er vanaf. Daar zeg ik al, borden lezen. Daar staat duidelijk centrum. Ja, aan deze kant staat het centrum, dat die kant is. Aan de andere kant staat dat niet. Jawel. Dat is niet dat het die kant is. Nee, niet nee, als, kant. Nee, als je vanaf daar komt, heb je ook centrum die kant op. Nee, die kant op. Niet waar? Ja. Niet waar? Centrum die kant op. Niet waar, centrum die kant op. Ja, rijden. Gast erop. Ik ben vandaag natuurlijk. Rechts kan je niet. Eyeback. Eyeback.
Pinkback, altijd. Rustig drankje dan. Nooit. Hoeveel kilo zit er in drankje? Ja, geen idee. Vertel het eens aan naar de kijkers. Recht door. Wat is het een scheid hiermee? Is alleen dat zien jullie nou niet, maar dat maakt niet uit. En wij wel, hè? En je mag je 70, lief? Nee, dat weten wij ook niet. Zo, kijk, daar is ook. Ik wil even binnen door, dan kom je beter uit. Oh, maar die kan wel uit nu, achter. Ja, die staat uit. Oh. Waarom bleef hij dan zo lang doorgaan? Omdat er gesproeid werd. Oh! Ik wil niet dat er gesproeid wordt. Gewoon even schoon. Ik wil het niet, maar hij doet dat wel. Rechtdoor. Oh, 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 oh. Maar dan weten we dat nu, schat, hè? Dat ene. Ja, dat ene. Ja. En ik wou net zeggen, die andere niet. Den Haag blijft volgen lief, dus dat is daar naartoe. Ja. Ja, maar Leidschendam moet je hebben lief. Uitkijken voor die auto, want die gaat invoegen. Helemaal goud. Wat ga jij deze met Kerry doen? Helemaal tot. Kijk, want jij gaat zo meteen naar beneden. Yep. Dus, een auto is geen bus, maar jij kan nu ook praten, hè? Ja, even kijken. Wat? Cruise. Het is die 70, lief. Ja, dan ben ik met de cruise bezig. Op, ja. Hij staat nu op 60. Ja. Dezelfde richting zijn. Daar is de 50, dus moet je oh, ik vind het zo irritant om cruise te doen. Nou, doe je het niet? Nee, ik weet het niet. Weet niet, maar ik zie het gewoon jou nu te doen. En dan ben je met andere dingen bezig, met cruise op dit moment. Nou, weet niet. Bezig, cruise. Ja, nou, dat is dan te veel werk voor mij. Nou, ik stel er niet op cruise snijden, dan gaat het naar handhaven. Sturen. Alleen maar een beetje sturen. Ja, kijken natuurlijk. Sowieso altijd opletten. En een beetje sturen waar je heen wil. Richting aangeven. Tegen niet op de gas geven. Nee. Dat doet hij wel. Ja. Zo. Dus, wat heb je allemaal te vertellen en tegen de kijkers, lief eens een keer? Heel weinig. Natuurlijk wel. Dat is een autootje lekker, hè? Ja, nou vertel, wat iets harder lullen, praten. Lullen, je volume, maar je volume even iets harder. Nee, okay, volume iets harder, hier is het volume. Nee, maar van jouw stem, schat. Oké, de stemvolume iets harder. Wil je lekker gewoon rijden in het wagentje? Dat is mooi in je wagentje. Dat heb. Maar vertel, wat wil je allemaal vertellen? Zeg nou, het zijn allemaal leuke snufjes. Ik weet niet hoe alles werkt. Maar... Nee, dat heb ik in de gaten. Taal maar dat weet ik ook nog niet. Taal dingen werken anders dan ik dacht, zeg maar. Zoals, vertel. De cruise control. Ja? Stel je een bepaalde snelheid. Wat ik gewend ben van cruise control, zodra je de koppeling of rem intrapt of je gaat schakelen, weet ik wat. Dan vervalt dat. Maar hier blijft hij dus gewoon proberen die snelheid te handhaven, ook al schakel je. Dat is wel even iets anders om aan te denken. Dus als je dus verkeerslicht nadert, dan gaan we vertragen. Dus ik zeg dan gewoon terug. Dan moet je ook de cruise control uitzetten. Ja. Dus ja, dat is even iets anders dan wat ik verwacht had te werken. Oké, maar werkt dat fijner of niet? Of? Nee, ik vind het eigenlijk, ja, dat is anders. Dit is wat je bent. Kijk, als maar, je bent, dan stoppen en dan gaan we terug gaan. Ja, maar misschien dat en dat het ook misschien anders kan werken. Maar misschien dat je zoiets hebt van ja, maar hij werkt zo, maar toch. Dat het, wat jij nu net zegt, dat het ook kan. Dat zou misschien een instelling zijn ergens in het systeem zelf, waar je zelf niet bij kan.
Het zou wel kunnen, maar dan moet je heel goed zoeken van waar. Ja, dat zo, wat een mooi uitzicht zo in één keer. Ik wou Twan vragen. Ja, dat zou allemaal kunnen. Even aan Twan daar vragen, misschien van de week of zo. Heb je zo'n cruisecontrol aan? Nee, ik kan schakelen. Ja. Laat die zelf op staan. Ik zit hem een beetje te sturen om te schakelen. En dan gaat hij zelf proberen die snelheid te halen die je hebt ingesteld. En nou geef je ook helemaal geen gas zeker? Nee. Oké. Alleen als je naar beneden gaat, dan gaat hij dus wat sneller. Dan gaat hij niet terugnemen, niet te veel zeg maar. Ja. Dan zit je ietsje over de snelheid, maar dat is minimaal. Ja, je mag in principe 75 rijden. Want er gaat altijd nog dingen vanaf. Ik dacht dat er 3% vanaf ging. Geen 3 kilometer, maar 3%. Dus rij je 100, dan gaat dat 3 kilometer af. Ik heb wat nieuwe informatie namelijk. Wat ik gisteren ook al zei. Het was inderdaad eerst 3 kilometer. Maar nu mag je 5, want er gaat inderdaad nog wat vanaf. Dus als je 75 rijdt, dan rij je in principe 73. Dus dat mag. Er gaat nog wat vanaf, dus dat is netjes. Hier met 70 naar 50, hier met 80. Dus dan zet ik hem in op 80. Het gaat langzaam met dat 80 opschroeven. Hij pakt natuurlijk eerst de snelheid die je zelf hebt. Dan kan je hem naar boven beneden bij. Ja, dat snap ik wel, maar ik bedoel van, ik zie. Dat komt allemaal wel goed, maar waar was het nog? Maar vertel wat en wat wil je nog meer vertellen? Jij komt eigenlijk weinig in de vlog voor, dus ja, vertel eens grappig. Iets. Nee, grappig. Dat is vertel eens iets. Hè? Nee, hier zit een subwoofer in plaats van het reservewiel zit er een subwoofer. Dus heb je extra. Ja, ik zal eventjes wat laten horen aan jullie hoe het geluid is. Moet even. Oh nee, ja, dat kan. Even moet ik even naar radio. Even kijken, ik kan niet al te hard. Nou, zo'n geluid hebben wij dus in de auto. Ja, een ja. Beetje trillen, zeg maar. Ja, voor Ro, maar voor mij niet. Ik vind het juist heerlijk, want dan kan ik juist mijn focus op de weg. Mm-hmm. Ro, die heeft al iets van, help! Nee, niet help. Het is zo dat als het geluid te hard is, dan voel je dus die bas in je stuurwiel. Ja, maar dat is wennen. Want hoe lang, wij hebben bijna 4 jaar in die Twingo. Ja, dan, nou, dus, in die minispeakertjes. Juist, maar dit, het is puur wennen. Ja, natuurlijk. Omdat je dan die gevoel hebt in je stuur, denk je van, oké, wat is dit? Dus ja, dat is gewoon. En de zijkant is lekker, je kan je hand erop leggen. Ja. Je hebt hier een armsteun. Ja, hier een armsteun, daar een armsteun, daar een armsteun. Ja, klopt, correct. Tamundo. En we hebben een rijlesauto voor ons. Yeah. Ja, ik moet daar niet over zeuren, want ik rij ook nog de les. Ja, maar. Je niet in een rij, zo. Nee, maar. Aloha. 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 Die staat er mooi op. Ja? Ja. Vind je leuk, hè? Het zou maar wat wezen als dat op de grond zou vallen, joh. Attractiepark Jumbo. Hè? Huh? Attractiepark Jumbo. Ja, precies, inderdaad. Jumboland. Ja, maar ik heb je lang niet gezien. Was je op vakantie? Huh? Was je op vakantie? Ja, ik ben op Parijs geweest. Lekker! Met de sneltrein. Lekker! Zullen we weer gaan snel? Ja, joh! Missen lukt dat niet meer? Ah, wel nee, joh! Waarom dan? Dat is normaal. Oké. Nou, wij gaan even boodschapjes doen. Wij lopen, zoals jullie wel zien, weer in de Jumbo. Maar nog even ergens anders. Ja, ook leuk. Ja, toch? We gaan weer even kijken bij de bak, zoals altijd. Is leuk! Ja, dat is leuk. Vind ik leuk. Zal ik het zo zeggen? Oké, wat hebben we allemaal? Heel weinig, zie ik al. Weinig. Wat hebben we allemaal?
Wat is dat? Even omdraaien, wat is dat? Appelwaardje, klein. Nou nee, wat een appelwaardje. Wat is een... Is gewoon denk ik een... hamburgertje voor 2,50. Nou nee. Daar kan je hamburgers krijgen voor 2 voor een euro. Met broodje erbij en kaas. Ja joh. Slaat nergens op dit moment. Wat? Dat is waar, man. Dat kan niet. Ja, maar dit is helemaal gewoon een appeltaartje volgens mij. Dat is hè? Nou, ik vind het een beetje duur, lief. Ah, ik ben blij als het 27. Maar ik ben blij als het 27 mei is. De pijn die is momenteel ook niet te hachelen, zeg maar. Het is ook iedere keer deze kant, hè? Ja, ja, maar het is wel zo. Zo, net iets raars meegemaakt, echt waar. Het slaat nergens op eigenlijk, zeg maar. Maar het slaat echt werkelijk nergens op. Ik sta dus in de rij bij de kassa. Iemand anders is voor me, maar die heeft een partij. In de kar, daar zegt u tegen. Ik heb alleen deze. En ze zegt van ja, maar dan ga je toch eventjes heen naar de zelfscankassa. Omdat ik maar één heb, ik wil gewoon contant afbetalen, klaar. Ja, maar je hebt maar één ding en dan kun je ook daar naartoe. Ga jij voor mij bepalen dat ik naar een zelfscankassa moet? Dat denk ik niet. Maar oké. Dus ik ben gewoon lekker in de rij blijven staan. Omdat de kassière medewerker en die zag dat het steeds drukker werd. Dus die heeft een kassa bij lopen roepen, zeg maar. En ik ging dus bij de kassa aansluiten, want ik was de eerste volgende. Dus ja. Ik ga hem zo eventjes aan Roe vragen hoe hij erover denkt. Dat is leuk. Maar dan doe ik dat wel even met hem met jullie erbij. Dus dan horen jullie ook even Roderick en zijn mening. Dat is leuk. Oké, ik sta dus aan bij de kassa. Er is een vrouwtje voor mij met een partij lading in de kar. Ja. En ik heb alleen deze, zeg maar. Moet ik dan en naar de zelfscankassa of mag ik ook gewoon contant afrekenen en bij de kassa? Dat en dat vrouwtje sommeerde mij eigenlijk met die kar vol dat en dat ik dus maar en naar de zelfscankassa moest. Ja, en dan? Dus ik kijk eraan en ik zei waarom? Ja, en dan bent u sneller. Ik zei dus en? Ik zei maar ik mag toch gewoon hier ook afrekenen? Nee, dit is alleen maar voor grote boodschappen. Nee, wat dan afrekenen en pin? Bij cash. Je kan niet bij de zelfscanner met cash afrekenen. Nee! Hoe wil je dat doen dan? Dat wou ik dus aan jou vragen, van hoe dan? Ja, ik kan hem ook wel langs. Nee, er komt iemand aan, de fop. Ja. Rechtdoor. Kan je beter deze baan pakken? Dat gaat rechtsaan. Oh ja, tuurlijk. Sorry. Ik zit in... Oh, ja. Sorry. Nee, maar hoe dan? Waarom moet ik dan? Als ik maar één ding heb. Waarom moet ik... Ja, ik denk, nou, die laat me voor. Nee hoor, en ze kijkt man. Ja, ik ben zo klaar hoor. Ja, hoor. Maar die rij die werd alleen maar langer. En dus die kassière die roept de kassa op. Ik denk, oké, mooi. Dus dan ben ik als eerste volgende. Dus ik leg het zo op de band en ik ben zo weg. En ik kijk eraan. Ik zeg, doei hè. Ik zeg, fijne dag nog. Ik zei, en wie is nou weer? Jou of ik? Ja. Vind ik leuk. Vind ik grappig. Leuk. Valt nog wel redelijk mee, maar het is wel druk. Sleur. Nou, en als je deze hebt dan en dan sta je hier weer helemaal in de rij. Nou heb ik geen zin in. Dat is niet leuk. Nee, dat is niet leuk, niet. Nee. Dat is totaal onleuk. Zog? Ja, precies. Yep. Het is nu 5 uur. Rodi brengt me lekker naar huis. En dan gaat hij naar huis, gaat hij nog slapen. En dan hoe laat moet ik jou wakker bellen? Voor het eventueel? Kwart over 9 plus minus. Oké, gaan we dat doen. Dus hij staat nu genoteerd op de vlog. Kwart over 9 moet ik jou bellen. Nee, mag. Mag. Dus. Nee, maar ik vind het leuk om jou te bellen. Ja, ik bel je toch. Maar nu even bellen. Hahaha, grappen maken. Pap uitzwaaien, kom. Pap uitzwaaien. Ja, rennen. Kom. Ja, rennen. Ja, papa uitzwaaien. Joepie. Lopen. Goed zo. Daar staat de auto. Lopen. Dat gaat droog.
En toeter even zometeen even. Want dan weet ik en de klakson even. Want dat vroeg ik er van de week al. Maar je deed het niet. Ja, top, hè? Mooi, thank you. Ja, daar gaat de baas, die gaat slapen. Ja, een hele goede avond allemaal. Ja, ik ga deze vlog lekker met jullie weer lekker afsluiten. Dus, vond jij deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, vergeet dan zeker niet te abonneren hier beneden. Doe even een belletje aan, want dan blijf jij op de hoogte. Doe het duimpje omhoog. En laat even een leuke reactie achter. En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen. Ciao.